Lepra komt nog steeds voor. Wereldwijd is er een daling van het aantal nieuwe gevallen. Ook in Suriname is die daling te zien. Een eeuw geleden waren er meer dan 100 nieuwe gevallen. Nu zijn er maar 20 tot 30 nieuwe gevallen per jaar. Laten wij lepra elimineren in Suriname. Lepra is te genezen. Lepra kan zich vertonen als vlekken op de huid of als knobbels in het gezicht of over het lichaam. En het wordt veroorzaakt door een leprabacil. Die bacil veroorzaakt de infectie. 95% van de mensen die in contact komt met de bacil, die krijgt helemaal niks, want het lichaam kan het helemaal opruimen en je krijgt er geen last van. Er zijn twee belangrijke vormen waarbij we onderscheid maken. Eentje geeft voornamelijk vlekken. En in die vlekken merk je dan dat je minder voelt. De andere vorm van lepra, die geeft meer knobbels. De leprabacil die houdt meer van de huid en de zenuwen. Die aantasting van de zenuwen kan op een gegeven moment verlamming geven. En die verlamming kan uiteindelijk ertoe leiden dat er misvormingen ontstaan. Een tijdige behandeling met eenvoudige tabletten, een kuur van minder dan een jaar, kan dan voorkomen dat je misvormingen krijgt. Voor gratis lepra-onderzoek, gratis behandeling en gratis begeleiding ga jij naar de dermatologische dienst. Check elke vlek of knobbel, want het is een onderzoek waard. Lepra is te genezen. Samen kunnen wij lepra elimineren. Voor meer informatie www.derma.sr, telefoon 47 4350.